Er wordt op 2 november 2018 al 100 jaar gevoetbald bij voetbalvereniging De Treffers in Groesbeek. Door het jubileum vonden de Treffers het tijd en leek het ze leuk om een elftal van de eeuw te bepalen. Daarin mag worden gestemd op alle spelers en trainers van de afgelopen eeuw die bij De Treffers hebben gevoetbald. In de afgelopen periode kon er dus worden gestemd op het elftal van de eeuw. Hiervoor zijn er maar liefst meer dan 1000 stemmen uitgebracht. De meest gekozen spelers en trainers worden op de jubileumdag bekendgemaakt. Deze avond zal gepresenteerd worden door Frank Evenblij, bekend van De Wereld Draait Door.